Hallo allemaal en een super mega welkom bij een nieuwe Bent u blijft binnen. Blijf binnen, blijf binnen, blijf binnen, blijf binnen, blijf binnen, blijf binnen. Het is zondag, het is koud buiten en daarop een heerlijke dag om lekker binnen te blijven. En daarmee redden we ook nog levens. En vandaag heb ik een hele muzikale thuisblijftip voor je. En mijn muzikale thuisblijftip is... maak een jouw jaar in liedjes playlist. Ik leg je uit wat het is. Ik maak nu al 3 jaar achter elkaar elk jaar een... My 2017, My 2018, My 2019, My 20... Oh, dus eigenlijk al 4 jaar. Maak ik een playlist van mijn jaar. Dat is gewoon een Spotify playlist. En daarin sla ik herinneringen op in de vorm van liedjes. Dat kunnen allerlei liedjes zijn. Dat kan bijvoorbeeld een liedje uit een film zijn die ik heb gekeken. Dat kan een liedje zijn dat ik in de supermarkt hoorde. En waarvan ik dacht van, oh, die heb ik lang niet gehoord. Dat kan een liedje zijn van een bruiloft. Van onze eigen bruiloftvoorbereidingen. Wat dan ook. Als ik een liedje hoor waarvan ik denk van, die wil ik opslaan. Dan zet ik hem in mijn My 2020, in dit geval, playlist. Zo heb ik eigenlijk al 4 jaar aan playlists vol met herinneringen op mijn Spotify. En dat is zo leuk. Dit jaar luister ik dan ook vooral naar de playlist van dit jaar. Die wordt dan steeds langer en elke keer komen daar weer nieuwe liedjes bij. Maar af en toe is het ook super leuk om dan weer een jaartje terug te pakken. Of 2 of 3 jaar terug. Om gewoon eventjes te luisteren. En dan denk je van, oh ja, dat was die en die dag. Of oeh, dat was leuk. Ik vul die playlist aan met nummers van echt heel specifieke herinneringen. Maar ik sla er ook nieuwe liedjes in op. Het is zondag, dat betekent dat er weer een nieuwe New Music Friday playlist op Spotify staat. Die wordt elke vrijdag geüpdate. En ik heb er nog niet naar geluisterd. We gaan eens even kijken of er iets leuks tussen zit. New Music Friday, ja! Toegegeven, er staat heel veel troep in. Maar soms heb je zo'n nummertje waarvan je denkt, yes! Oh, dit is die cover van 17 miljoen mensen. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Oh my god, trouwens, over nieuwe liedjes gesproken. Morgen bij Jinek wordt er... Nee, ik heb tegen mezelf gezegd dat ik neutraal zou zijn. Morgen wordt er weer zo'n koningsliedachtig nummer voor het eerst naar buiten gebracht van een collectief van Nederlandse artiesten en influencers die een liedje over die het coronalied claimend hebben gemaakt. Hoor mij nou, ik zou neutraal blijven en dan zit ik hier het coronalied. Oh my god, ik heb er een hard hoofd in, jongens. We gaan het morgen samen luisteren. Yes, dit nummer is leuk! Maar deze is in ieder geval leuk. Die heb ik op mijn playlist gezet. Ik ga niet altijd de hele lijst door. Want zoals je... Tenminste, ja, ik vind altijd dat er best wel veel troep in zit. Of in ieder geval zijn er altijd heel veel nummers die ik niet leuk genoeg vind voor in mijn lijst. Dus wat ik soms ook doe, is dan scan ik de lijst of er artiesten zijn die ik ken en die ik leuk vind. En dan zet ik die liedjes eventjes op. En dan ja, wordt het een stuk efficiënter eigenlijk. En wat ook belangrijk is aan zo'n lijst is... Stel je hebt er eentje gemaakt vol met herinneringen. Dat kunnen trouwens ook verdrietige herinneringen zijn. En er zit een liedje in waar je echt een hekel aan begint te krijgen. Dan flikker je dat nummer er gewoon uit. Hè? Het is jouw lijst. Dit is een topnummer. Dit is wat mij betreft het coronanummer van Punt. Het liedje Thermopain van Thijs Boontjes. Wat een topgozer is het toch. Er zit altijd humor in. Hij heeft een fijne stem om naar te luisteren. En het is gewoon super relevant. We kunnen even niet uit eten. Dat klopt helemaal. Ja, Thijs Boontjes, 5 sterren.
Ik ben door de New Music Friday playlist heen. En er zijn nog twee andere muziekbronnen die ik graag even met je wil delen. Namelijk het boek 365 albums die je beluisterd moet hebben van Peter van Tichem, als ik het goed uitspreek. Dit is een heel leuk boek, ook om iemand cadeau te doen. Het is namelijk een boek met, je raadt het niet, 365 albums die je beluisterd moet hebben. Elke maand heeft zijn eigen thema. Wij zijn dus op 1 januari met het boek begonnen. Dus dit is, dit hebben we al gehad. En elke maand is een andere, elke maand heeft een ander genre. We zitten nu in het genre soul, wat ik persoonlijk heel erg leuk vind. En de maand is natuurlijk bijna voorbij. Even kijken wat we straks krijgen. Jazz, ook leuk. En we hebben country en blues gehad. Wat ik hieraan leuk vind is dat je dus dingen luistert die je anders niet zo snel zou luisteren. Je komt weer in hele andere genres terecht. Je leert weer heel andere artiesten kennen. Zowel van heel lang geleden als van nu. En zowel van uit Nederland en Amerika als uit bepaalde landen in Afrika. Wat hadden we op een gegeven moment nou? Dat was heel apart. Afrikaanse blues of zo. Oh ja, hier Griekse blues hadden we bijvoorbeeld. Ik kijk er nog heel erg naar uit naar wat we voor de rest nog krijgen. Beyoncé staat er ook in. Shima Girl. Dus toen ik dat zag, wist ik dat het een goed boek was. En ja, ik vind dit echt een aanrader. Het is een leuk project. Ik zal hem hieronder ook even linken trouwens. En waar wij ook inspiratie uithalen voor nieuwe muziek is uit de oor. Dat is een muziektijdschrift, een maandblad. En daar staan ook hele leuke albums, nieuwe artiesten, maar ook oude artiesten, interessante interviews. Het is echt een fijn tijdschrift voor de muziekliefhebber. Dus ook dit vind ik een echte aanrader. Het is alweer even later en ik heb helemaal zin in mijn avondprogramma. Ik zal straks laten zien wat het is. Maar eerst wil ik jullie nog even onze puzzelprogressie laten zien. Want het begint echt ergens op te lijken. Nou, eigenlijk, we zijn echt gewoon ook knetterver. Kijk nou hoe goed het gaat. Wel her en der nog wat gaten. Maar goed hè. Ik moet eerlijk zeggen. Zoals verwacht is Jasper Jansen de echte fanatieke puzzelaar. Maar ik heb ook wel een paar stukjes aangelegd. Maar meer dan een paar. Oh, meer dan een paar, zegt Jansi. Vind je het leuk? Puzzelen. Ben je het nog steeds eens met de 5 sterren rating? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Want op een gegeven moment gaat het ook wel een beetje vervelen. Ik doe het ook niet alleen maar zo, maar altijd in combinatie met YouTube. Het is wel YouTube. Een tijd verdrijven. Ja, dat wel. Lekker theetje erbij. Ja, gadver. Haal die vieze lapsang souchong uit mijn neus. Mm. Zo goor. Het smaakt naar, het ruikt naar rookworst. Verbrand. Verbrande rookworst. Mm-hmm. En jij drinkt dat vrijwillig op. Ja, lekker man. Zo, mijn theetje en ik. Oh, sorry hoor, het is hier donker. We zijn op weg naar de naar mijn avondprogramma. Ik heb namelijk bedacht dat ik lekker in bad ga. I'm excited. En ik heb precies hier nog een bruisbalken liggen. Die gaan ze. Oh. Het ruikt naar banaan. Ik durf het bijna niet te zeggen, want ik heb al de hele tijd dat ik het idee heb dat alles naar banaan ruikt. Die gaat er in. Oh, dat ruikt heerlijk. YouTube vooral. Een beetje Instagram, maar vooral YouTube. En nu is het tijd om te raten. En ik heb de muziek uitzoekactiviteit. Het speuren naar leuke muziekjes heb ik nog niet gerate. Dat geef ik 5 sterren. Omdat je er gewoon zo lang plezier van hebt. Badderen.
Het is heerlijk, maar ik vind het altijd lang duren tot het bad vol is. Dus je moet eigenlijk al een uur van tevoren bijna gaan bedenken van, wil ik misschien straks in bad? Want anders is het te laat. Ten tweede, ik zet hem dan altijd te heet. Dus dan ga ik erin en dan is het van, Maar het is wel gewoon goed, denk ik, voor je mentale gezondheid. Gewoon eventjes lekker chill, badje. Dus die krijgt van mij, het is ook nog coronaproof. Dus niet, ja, je kunt met z'n tweeën in principe. Of je kunt natuurlijk video bellen terwijl je het doet. Terwijl je in bad zit. Badje krijgt 4 sterren. Yes. Dan is het weer tijd om af te sluiten. Morgen is het weer maandag. En ik keek net naar mijn kantoortje en het stond er zo gezellig bij. Dus ik heb er helemaal zin om me daarin op te sluiten. En om weer meters te maken. En om jullie natuurlijk weer thuistips te geven. Afgelopen week had ik er niet zoveel ruimte voor, omdat ik vooral druk was. Maar nu heb ik vooruit bedacht welke tips ik op welke dag ga uitproberen. En daar zitten een paar interessante tussen, kan ik je vertellen. Dus I'm excited. Ik zie jullie morgen. Blijf binnen. Stay safe. En stay healthy. Blijf binnen. Die is gek, ik kom met die boeddha, kaarsen op de tafel.